zie echt helemaal door de bomen het bos niet meer. Ik ben nu vanaf morgen officieel op 34 weken. Hallo, goedemorgen! Het is woensdag en we beginnen de dag met een hele vette, shinende ratslag! Wat vinden jullie van onze nieuwe schoenen? Wop, wop, wop. Ja, ze kunnen hem zelfs op een lightshow zetten. Oh ja, even op de lightshow. De trippende lightshow heb je. De goeie. Dit is de trippende lightshow. Nou, is dat niet leuk? En ik ga een pindakaasbapje maken. Dat betekent amandelmelk, pindakaas, amandelmelk met havermout. Nee, de pindakaas zit nog niet in. Pak jij die maar. Pak maar. Havermout en pindakaas erdoorheen. Twee lepeltjes. Super lekker. Ik ga vandaag even een beetje orde scheppen in deze hele grote bende. Echt overal ligt iets, zeg maar. Dus ik begin heel eventjes in de keuken en dan ga ik de woonkamer door. En ik heb het kantoor al gedaan. Want ik zie echt helemaal door de bomen het bos niet meer. Omdat we zo'n grote teleurstelling hebben gehad natuurlijk deze week met de vloer. Het is ook, weet je wel, als ze dan ook niet op tijd meteen bellen met een oplossing. Dan voelt het ook alsof mensen het gewoon niks kan schelen wat jij vindt of voelt. Maar ja. Genoeg over de tegenslagen van de vloer. We gaan weer gewoon even lekker opruimen. En ja, hopen maar dat alles een beetje afkomt op tijd. Want ja, ik ben nu vanaf morgen officieel op 34 weken. En dan had ik toch wel echt de laatste puntjes op de i willen zetten, zeg maar, in huis. We will do our best. Echt iets voor een jongen om te krijgen. Wat bedoel je ermee te zeggen? Nou, voor Bart niet echt iets. Hier, een hele grote megakaart. Zullen we een hele grote kaart voor hem maken? Samen? Ik hou van jou. Die kies jij er maar één uit. Lola heeft iets nodig wat ze heel fijn vindt. Maar ik heb vier veters. Ja. Nee, maar je hebt toch twee schoenen? Hallo. Ja. Een cadeautje van tralalala. 20 euro. Haha, die hadden we nog. Even kijken wat er te halen valt. Hé, joh. Ja. Ik wil ruiken. Oh, dan kan je de geur ruiken. Oh ja, lekker. Oh. Nou, moeten we iets hebben hiervan? Deze hebben we trouwens van de... Dit hebben we bij de Rituals gekocht. Gewoon zeep voor... Deze is voor in de badkamer. En deze is voor in de keuken. Ja, mama, weet je wel wat het is? Ja. Het is een hartje nu. Ja. En dan, als je mee gaat douchen of je doet in het water. Boem. Een doekje. Een doekje. We hebben weer een hele kar vol. Dus Jola die is weer flink aan het sparen. Jup, met hulp. En nu de boodschappen uitpakken. Heel veel. Kijk maar, hier had ik. Valentijns cadeautje voor onszelf. Tekentje of zo. Heerlijk romantisch met z'n drietjes onder te liggen op de bank. Oh, lekker. Een nieuw favoriete kleedje. Ik had nog steeds even een nieuw statiefje nodig. Voor op de, ja, vooral eigenlijk op de tafel en op de keuken. Want ik heb een lang statief. Maar ja, om die nou de hele tijd helemaal op tafel te zetten is ook zo overdreven. En mijn tripod, die is weer heel laag. Die heb ik eigenlijk altijd in mijn hand als ik echt aan het vloggen ben.
Dus dat is ook weer niet heel handig, want die moet ik dan vaak weer ergens opzetten. Dus ik heb nu deze net in een fotowinkeltje gekocht. Ik kwam ik gewoon zomaar tegen. Heel handig formaatje. En ik kan hem dus ook iets hoger doen. Dus handig om ergens op te zetten. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik de 25 vragen over mezelf aan jullie laten horen. Wow, ignition. Bam, daar gaat ie. Kijk dan hier die man. Dat ding is 10 keer zo hoog als een flat van 12 verdiepingen. Alleen dat ding al. Dus die rookwolk was 3 keer zo hoog als dat ding zelf, hè? Dus dat is gewoon... Ze kunnen ze er vast niet dicht op, of hoe ver zullen ze wel er niet vanaf zijn? 500 km per uur. 5 keer zo hard als dat je op de snelweg rijdt. En dit bouwt helemaal op. Op een gegeven moment ja, dat zou je wel inderdaad. Uiteindelijk wel. Kijk, je ziet hier ook hoe hoog die zit. Oh, dat was een kort filmpje trouwens. Twee dingen aan de zijkant. De boosters die zijn keurig netjes weer geland. En de middelste booster die is net naast het droneschip geland. Ik heb weer eens een heel rood gezicht. Van mijn doorbloedingen. Maakt niet uit. Ik vind het wel gezellig. Oh, dit is echt zo erg leuk. We hebben net gehoord dat eigenlijk twee hele grote vrienden van Bart die allebei een jongetje krijgen. Dus het is echt zo super speciaal. Het is echt zo leuk. Ja, dat is echt. Die gaan waarschijnlijk gewoon met elkaar opgroeien. Dat is gewoon echt heel erg grappig. Ik wil jullie nog heel eventjes een hele fijne Valentijn wensen. Want het is natuurlijk Valentijnsdag vandaag. Tada! And I love you all. Want jullie kijken naar mijn video en dat vind ik heel erg cool. Duim omhoog voor jullie. En hartjes voor jullie. Dit is dus een beetje mijn Valentijnsgroet naar jullie. Verder ben ik niet heel erg van Valentijn. Ik maak wel braaf elk jaar een kaart. En dat hebben we nu ook weer gedaan. Ik heb Jola er nu ook weer een beetje bij betrokken. Want die vindt het natuurlijk ook heel erg leuk. En chocolaatjes en dingetjes. Maar verder dan dat gaat het eigenlijk niet. Ik heb gisteren wel nog even met Bart gehad over wat wij belangrijk vinden in onze relatie. Dat kun je hier in deze video nog even terugvinden. Daar plaats ik hem ergens. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze video weer. Duimpjes omhoog als je het leuk vond. En abonneren als je dat nog niet bent. Zou ik super cool vinden. En tot morgen maar weer.